Ja, waarom is Utrecht de beste ondernemersstad van Nederland? Dat is de vraag die we in deze aflevering van Duik in Zaken met publiek gaan stellen aan een aantal ondernemers. En de eerste ondernemer die ik hier aan tafel heb, die zegt: Utrecht is the brain of our company, according to CEO Peter Silverman of the American biotech company Maris. Peter Silverman, welcome. Thank you so much. Before I don't get into trouble, I'm not the CEO, I'm the executive vice president, but I appreciate the promotion. Yeah. You're welcome. What kind of company is Maris? Maris is an oncology company that's dedicated to making meaningful medicines for patients with unmet need. And so we generate what's called bispecific or multispecific antibodies to train the immune system of the human body to attack and kill cancer. Aha, so it's a medicine against cancer. Correct. But is it developed already? Is it a product? So we are a clinical stage company, which means that we're developing products in the clinic, experimental candidates that we hope to achieve commercialization. So we're not currently commercializing products, but we have drugs in clinical development that are being administered to patients currently. Okay, and when did Maris start the company? It started around 2005, 2006 with our founder, Ton Lochtenberg, who was a professor at Utrecht University and is an entrepreneur. He's been working in biotech for quite some time. Mm-hmm. It went public with the NASDAQ in May of 2016. Okay. And when did you care? Because NASDAQ, you're NASDAQ listed? Correct. We've been as listed. A company? Yeah. And the company started in 2006, correct. I think, yeah. Something. Yeah. In Cambridge, USA. No, so Maris is a Dutch company, homegrown and raised, with the brain power out here from Utrecht. And it started with our founder, who was a professor here from Utrecht University. So it really is kind of an incredible story of Dutch biotech and innovation coming from Utrecht. Okay, so please explain to me, and maybe also to the people in the audience and the viewers, because you start a company in 2006, so we're 15 years further, but you don't have a product. How do you earn money? So we believe we have one of the best platforms for making medicine, and so we generate money a few ways, one of which is partnering with big pharmaceutical companies, where we have deals where they pay Maris millions of dollars to come and help develop drugs for them, where in some instances when we collaborate, we get product rights. So drug development is a very long road. It can take up to $1 billion to bring a drug from the idea through the inception and development to get to a market. $1 billion. Correct. $1 billion in about 10 years. And it can take, and the odds of success are not always great. So what we do is, because Maris's platform is so incredible, other companies seek to work with us, and we're helping to develop drugs for other companies. In addition, we have our own homegrown platform of drugs that we're developing in the clinic. So we have four assets that are wholly owned by Maris that are currently in clinical trials today. And those are in each different stages of development, moving closer, hopefully down the line, to becoming an approved product. Okay, and you raised money through NASDAQ. And that, the second way we raise money, one way we raise money is through business deals, the other is through the public markets, correct. And when will there be a product? That's a great question. We're hopeful that as the drugs continue to develop, that the horizon's getting nearer and nearer. Our most advanced asset is in phase two, and we'll just have to wait and see if we can make it through that incredible step. Okay, I read somewhere that in March this year, the first patient is also treated with a pilot version of the medicine, or? So we have four drugs in clinical development. Our most advanced asset is called zenocutuzumab, and we published data in June of... Again, this name. Zenocutuzumab, we call it Zeno. Okay. For short. And we published data in June of this year that showed, for example, in pancreatic cancer, that in the patients that were treated with Zeno, roughly 40% of those patients tumor shrank, which is a significant achievement because patients typically with pancreatic cancer have very difficult outcomes with low overall survival. Okay. You have a company in Cambridge? We have our headquarters is based in Utrecht, and we have an office in Cambridge, Massachusetts. Okay. As well. And what does Cambridge do then? What's the difference between what they do in Cambridge and in Utrecht? So we have a very cross-functional team. In Cambridge, we have our chief, we have our CEO. We have our chief business officer and our chief medical officer, as well as support staff that help the finance organization and clinical development. Okay. And here in Utrecht is home to the research and development. So all the development work that's done
all the research, preclinical research occurs here in Utrecht, as well as other functions. And was that from the start in Utrecht? Correct, yeah. Okay, because only 3 years ago, you came to Maris in Utrecht. Yeah, so I joined the company. I've been working with the company since 2013. Mm-hmm. And first I started out as an attorney, as outside counsel. I was working in a big office building in Midtown Manhattan on the 37th floor. And if you would have told me at that time when I met the company that, you know, 7 years later I'd be biking through pastures with sheep around me going to the office, I would not have believed it. But it's been an incredible journey, one in which I moved over to Utrecht with my wife and two children in August of 2018. Okay. And why? Because that's a little bit the theme of this show today. Utrecht, the best city for entrepreneurs in Holland. Right. Why is Utrecht a very good city for entrepreneurs? Well, it's an easy story for me to tell, because when I was working outside of my you know, big office tower in Manhattan, I had clients from all over the world, some of the biggest pharmaceutical companies from all over the world. And I remember getting a phone call from the founder and a few other folks who were looking for outside counsel to help them with some significant problems. I hopped on a plane, flew here to Utrecht, and met just fantastic scientists and incredible people, and saw that what they had and what they were working on was something really special, something I believe could really change people's lives. And so when you're a lawyer working for many clients, you have to be a zealous advocate for all of them, which means you fight like hell to do what's best and what's in their best interest. But what was clear to me is I had one client that I loved the most, and that was here in Utrecht. And when I moved out here, it was supposed to be for 1 year. I was going to build my team here in Utrecht and continue to help build the office in the US. But I was here with my wife and two children, and we really loved it. And after 1 year, my family wanted to stay. And then after a second year, the company wanted me to stay. And so here we are. And I mentioned this before the show started, that right around this time, my youngest daughter has been living more in the Netherlands than she has in the United States. And that's evidenced by her biking to school every day as a six-year-old, speaking Dutch with an impeccable accent, so I'm told, because I have no idea. And my wife herself just got a degree at Utrecht University in public international rights law. And my oldest daughter, who's 10, is at the ISU International School. So we've really made this place a home, and I found it's been an incredible place to live and work and a fantastic place to build a business. Yeah. The main reason you tell us now is the science who is available here in Utrecht. Are there more reasons why Utrecht... I'm kind of fishing here. Well, I can talk about two things. One, I think there's just impeccable science here, and there's incredible talent. And that's evidenced by some of the founders and people who've been working at Maris for quite a long time, and also people who've joined us recently. It's also a very vibrant place for collaboration. So one of our clinical candidates that's in clinical trials, just today we announced at an oncology conference, has demonstrated in a small group of patients that it's been able to reduce tumors for those patients, which is very promising, and we're happy about that. But that was made possible by cross-collaboration with other entities here in Utrecht, like the Hubrecht Institute, which has developed a novel way to test molecules. This can get very technical, but typically we test molecules in a preclinical phase in animal models. The Hubrecht and the Hub, which is an organization that's spun out of that, was funded by the KNAW. They've developed organoids, which are non-animal models where you can test your drugs and use patient material and kind of reconstitute a model that you can test and see if your drugs work. Those types of collaborations are things that can really happen because of the community that's here in Utrecht. And beyond the community and the scientific firepower that's here, I think it's just a fantastic place to attract talent, both because it's accessible to international travel, it's conveniently located in the Netherlands, and it's just a great quality of life. Yeah. How big will Maris be when the product is launched? Well, everybody is waiting for a medicine against cancer, is it? Well, absolutely. I mean, there's nothing greater for me than waking up every day knowing that that's my mission in life. It's difficult to project timelines, and drug development's an uncertain thing. But what I can tell you is we constantly are keeping our eye on moving forward and closing in on cancer and doing the best we can to achieve that goal. And how big will it be then? Well, like Pfizer, like... With biotech, you have to be careful with capital, which means we have the money we have, and we have to be mindful of how long that's going to last. But at the same time, if you're going to achieve success, you have to be ready to flip the switch and grow. And so we kind of have to do that balancing act. And that's also why we maintain close contact with folks at the Utrecht Science Park,
for the ability to continue to grow. Okay. Peter, thank you very much for being with us, and good luck. Absolutely, my pleasure. Thank you so much for having me here today. I appreciate the conversation. You're welcome. Peter Silverman from Maris. Oprichter en CEO van Trengo, Patrick Meutsner, heeft 31 miljoen opgehaald bij investeerders om internationaal te groeien. Maar blijft hij ook in Utrecht? Dat gaan we hem zo meteen vragen. En content marketingbureau Brandwebbing groeit als kool. En CEO Nanny Gielis vragen we of dat nou komt doordat iedereen thuis moest werken door corona en dus heel erg op content gericht was. Of zijn er misschien andere redenen? Zij zitten hier aan tafel. Fijn. Managing Director, dat zeg ik beter, hè, van Brandwebbing, Nanny Gielis en oprichter en CEO van Trengo, Patrick Meutsner, hartelijk welkom. Begin even bij jou, Nanny. Brandwebbing gegroeid door corona en alle thuiswerkers, of zijn er andere redenen? Nee, ik denk ook andere redenen. Toen corona kwam, was het even de vraag van wat gaat er gebeuren. Want we zijn een marketingbedrijf en dat was ook wel waar bedrijven op gingen korten. Maar daar zijn we heel goed doorheen gekomen. En wij doen zelf klanttevredenheidsonderzoekje eens in de twee jaar. En ik zie daar dat we gewoon echt goede stijgende lijn te pakken hebben. Dus de meeste klanten komen ook via. Dus de groei komt ook echt vanuit dat ze ons kennen. Dat ze weten wat we leveren en hoe we het doen. En dat gaat hartstikke goed. Ja, want je bent ook vooral in die coronatijd nog flink doorgegroeid, vertelde je in het voorgesprek. Ja, klopt. Want hoe komt dat dan? Ja, ik denk gewoon toch ook aan je goede naam blijven werken. Hè? Dus zorgen dat mensen ook zien wat je doet, dat oplevert. Maar dat kan je wel leuk zeggen, aan je goede naam blijven werken. Ja. Maar dat heb ik ook gedaan, maar ik zat thuis. Ja, maar jij zat wel in de verkeerde sector, denk ik. Hè? Dus en goed je werk blijven doen. Ja, ik weet niet, ik kan niet precies zeggen, dit is wat er in corona juist extra versnelling gaf. We hebben wel net in die periode daarvoor onze positionering aangescherpt. Dus echt keuzes gemaakt van waar zijn we goed in. En daar gaan we ons veel meer op focussen. Mm-hmm. En dat doen we dus sinds 1,5 jaar. En dat is echt wel wat helpt. En dat weten we natuurlijk ook uit ons vakgebied. Van je moet gewoon keuzes maken. Hè? Je moet niet alles voor iedereen willen zijn. Je moet je merk goed neerzetten. Mm-hmm. En dat doen we zelf nu beter. En dat het pays off. Hoeveel mensen hebben jullie in dienst? 14. 14. Ja. En ik zag ook een behoorlijke lijst dan in verhouding tot het aantal wat je al in dienst hebt van vacatures staan. Ja, nou die zijn nu ingevuld. Dus dat is echt heel fijn. Ja. Dat wou ik vragen namelijk, want ik hoor iedereen steen en been klagen over personeel. Ja. Om aan goed personeel te komen, maar jullie is dat gewoon gelukt. Ja, en ik moet zeggen, de ene keer hebben we een vacature en dan heb je 10, 15 sollicitanten en denk je, nou, het gaat hem niet worden. En de andere keer heb je 5 sollicitanten en zitten er 3 goeie bij. Dus we hebben echt wel geluk gehad de laatste keer, moet ik zeggen. Maar ja, je moet altijd blijven kijken. We zijn ook echt op zoek actief naar mensen die we interessant vinden. Mm-hmm. Benaderen via LinkedIn en zorgen dat je een goed netwerk hebt. Ja. Toen ik me voor zat te bereiden voor ons gesprek, toen dacht ik, ja, leuk, content marketingbureau. Je bent gewoon een reclamebureau. Toen zag ik op jullie website, ik quote, reclame wordt vermeden, influencers worden nauwelijks vertrouwd en het medialandschap versplintert. Waar traditionele reclame moeite heeft met deze veranderingen, biedt content marketing juist kansen. Ja. Helemaal mee eens. Ja, maar gaan we dan zo meteen eindelijk stoppen met al die stomme reclame? Ja, wat mij betreft wel. Wij geloven daar sowieso niet in. Maar je moet je voorstellen, een voorbeeld van een klant waar we voor werken is DAS, rechtsbijstands, een juridische dienstverlener. Ja, die kunnen dus campagnes maken van sluit de rechtsbijstandsverzekering af. Kun je eindeloos reclames over maken. Daar geloven wij dus niet in. Wij hebben met hen, met een team van juristen, maken we cases van de daadwerkelijk voorgevallen conflicten en dingen waar zij bij bemiddeld hebben. En die brengen we op een hele goede manier en die verspreiden we weer via een aantal media, waaronder in dit geval Telegraaf.nl, social media. Mm-hmm. Zodat met als doel dat mensen zich realiseren van, hey, er zijn juridische risico's die ik loop. Maar dat is wat we willen bewerkstelligen bij mensen en niet alleen maar zo'n reclameboodschap erin rammen. Mm-hmm. Dus content marketing is een subtielere manier om wel je marketingdoelen te bereiken. Ja. En veel interessanter voor de doelgroep die je probeert te bereiken. Ja. En toch, ik heb een paar jaar geleden in een commercial mocht ik spelen. Ik wist, mijn telefoon werd helemaal roodgloeiend. Want iedereen had toch de reclame gezien, terwijl niemand naar reclame kijkt. Ja, precies. Ja, dat kun je precies meten. Hè? Dus dat doen wij natuurlijk ook, van hoeveel bereik. Maar dan werkt het dus toch wel, het blijft wel hangen. Die spotjes. Zeker, ja. Dus het moet en-en zijn dan toch? Zeker, het heeft een ander doel. Maar jullie zijn geen reclamebureau?
Nee, ik noem het liever niet zo. Dus als ik een commercial wil, dan moet ik niet bij je zijn. Maar als ik echt product placement wil in een mooie show, dan... Je moet altijd sowieso naar mij toe komen. Ah. En we werken in een groep met 5 andere bureaus. En we hebben echt toffe bureaus. We vullen elkaar aan. Dus dan weet ik altijd ergens een oplossing voor je te vinden. Je werkt in een groep? Ja. Vertel. Ja, wij zijn sinds vorig jaar onderdeel van Only Creative Entrepreneurs. Dat is een groep van 6 bureaus in de marketing en communicatie. Die allemaal een ander specialisme hebben. Dus daar werken we veel mee samen met de verschillende bureaus. Ja. Oh, goed. We gaan het zo meteen nog even hebben over Utrecht. Maar eerst even naar jouw overbuurman. Patrick, wat ga je doen met 31 miljoen? Genoeg, 100%. Ja. Wat? Noem eens een paar dingen. Ja, we gaan sowieso flink schalen met personeel. We gaan ons product daarnaast flink verbeteren en ook weer verder schalen. Dus zelfs dingen aanbieden die we nu nog niet eens doen. En daarnaast gaan we ontzettend gaaf kantoor toch in Utrecht openen. Waar we in ieder geval die flinke groei met die mensen kunnen realiseren. Want je blijft wel in Utrecht. We blijven in Utrecht, inderdaad. Ja. Maar we gaan flink met ons product internationaal schalen. Ja. Ja. Maar je hebt nu al 70 man in dienst. Ja, nou ja, sterker nog, 85 al inmiddels. Ja. Ik heb gisteren de stand bekeken, dus het gaat heel snel blijkbaar. Ja. Zelfs volgende maand starten er weer 10 nieuwe mensen. Ja. Oké, wat doet Trengo? Trengo is een omnichannel communicatieplatform. Oh ja. Ja, precies. Wat zegt dat dan, hè? Eigenlijk tegenwoordig doen we niks anders meer dan WhatsAppen, Facebooken, Instagrammen. We hebben laatst ervaren dat we best wel afhankelijk zijn van die kanalen als het er eenmaal offline is. Wij zorgen ervoor dat wij al die communicatiekanalen voor bedrijven, vooral de MKB, samenbrengen op die ene plek. En dat is Trengo. Oké. Ja. Nou, is redelijk duidelijk of voor het publiek? Ja, is duidelijk, hè? Ja, dat wordt wel. Hey! Nou, dat mooie effect erbij meteen. Het is zelfs duidelijk voor de muren. Precies, thanks. Het decor komt hier naar beneden, maar dat maakt allemaal niet uit. Niemand gewond? Niemand gewond. Oh, Martijn zit er vlakbij, dus dat komt helemaal goed. Uh, 85 mensen nu in dienst. Ja. Ik was toch even nieuwsgierig, wanneer ben je begonnen met Trengo? Ja, oorspronkelijk is het idee begonnen in 2015, toen ik afstudeerde. Dat is 6 jaar geleden. Ja, zeker. 6 jaar geleden. Ga door. Ja, ja ik maakte eigenlijk al 10 jaar lang websites voor klanten. Vond het fantastisch om creatief bezig te zijn en daarnaast naar de klant te gaan. Dus commercieel en creatief te combineren. En toen dacht ik van, hé, maar na mijn studie, what's next? En toen dacht ik van, waarom maak ik niet met de kennis en kunde die ik heb mijn eigen product? En niet meer afhankelijk te zijn van nieuwe opdrachten, maar gewoon eigenlijk iets uitbouwen wat een solide basis heeft voor de toekomst. Ja. Ja. En ik heb allemaal romantische beelden van een Steve Jobs garage waar dat allemaal begonnen is. Ja, nou ja, eigenlijk wel, want we zijn anti-kraak begonnen. in het oude Kamer van Koophandel pand hier in Utrecht. Oh, ja. Ja. Daar konden we echt voor een prikkie konden we gewoon 30 vierkante meter krijgen. En hartstikke leuke tijd. Je gaat zelf naar de mediamarkt. Je gaat daar lekker je eerste stoel uitkiezen en producten boxen. En dan ga je gewoon starten. Ja. Ja. En hoe is dat nu dan? Sta je er wel eens bij stil dat je in 6 jaar tijd wat je allemaal gedaan hebt? Ja, eigenlijk vaak wel aan het eind van het jaar. Dan maak ik altijd een recap voor mezelf. En dan denk ik van, dan som ik alles op. En dan denk ik, wat is er allemaal gebeurd? Precies wat je zegt. In het moment dat je aan het ondernemen bent, dus gedurende dit jaar... Ja, zit je eigenlijk gewoon in een rollercoaster. Dus in die achtbaan en die gaat maar ups en downs natuurlijk. Het is niet altijd de ups, maar ook soms de downs. Ja, ja. Wat is de gouden tip om 30 miljoen binnen te halen? Eigenlijk gewoon met heel veel lol en plezier iets gaan bouwen of iets in de markt gaan zetten waar je gewoon achter staat. Mm-hmm. En zo goed mogelijk je klanten bedienen. Ja. Ja. Want er is wel wat concurrentie. Ik heb een beetje gekeken, maar er is best wel wat concurrentie. Ja, best wel. Ja. Ja. Hoe doe je het dan toch zo extreem goed? Eigenlijk moet je kijken van wat doen die concurrenten. Die zijn al best wel gevestigde orde. Unicorns uit Amerika, dus bedrijven met 2000 man personeel. En dan kijk je van oké, maar wat doen zij dan? Ze zijn een stuk trager natuurlijk in het nieuws naar buiten brengen, meegaan met innovatie. Dus jij als start-up, als je met 3 man begint, gaat juist dingen doen die zij niet doen. Eigenlijk bottom of funnel noemen we dat. Dus je gaat onderaan de advertentietrechter zitten. In plaats van dat je gevestigde orde bent en iedereen je naam al kent. Mm-hmm. En dat hebben we gedaan en dat doen we nog steeds. En dat werkt tot aan nu gewoon erg goed. Ja. Ja. Maar ben jij meer een commerciële man of ben je meer een IT'er?
Ik ben eigenlijk een mix van beide. Ja, maar wat ben je meer? Ik denk dat ik meer neig richting de product kant. Dus gewoon het product wat we ontwikkelen. Ik ben wel een product guy. Maar tegelijkertijd vind ik het ook leuk om naar klanten te gaan. Ja, je start een bedrijf en dan doe je eigenlijk gewoon alles. Ja, want ik heb nog nooit een IT'er zo horen praten als dat ik jou hoor praten. Nee. Ja, ik kan introvert zijn, maar ik kan ook heel goed mijn extraverte kant naar buiten brengen. Ja. Even een beetje name dropping, bij jou ook zo meteen. Even een paar grote klanten. Ja. Voor wie werken jullie bijvoorbeeld? Smeg bijvoorbeeld, de mooie koelkasten. Zeker koelkasten design. We zijn met Oppo, het telefoonmerk uit Azië, is een klant van ons. Walibi Flevoland is een klant. Ook leuk. Universiteiten. Ja, dus we zijn van lokaal tot aan wel internationaal flink aan de weg gaan timmeren. Ja, heb je ook een paspoort toegekregen voor Walibi? Nog niet. Nee. Moet ik even achteraan. Hey, jammer. En Nanny, wat zijn voor jou de grote of de fijne klanten? Ja, groot of fijn. Dat is niet altijd hetzelfde inderdaad. Nee. Maar ook een paar universiteiten. Universiteit Twente, Delft. Wij doen ook wel in de retail het een en ander. De Bijenkorf, WeFashion, kleertjes.com. En wat ik net al noemde, de juridische dienstverlening zit ook in de thuisscholingen, NHA misschien bekend. Van alles, het is heel, heel breed. NHA, is dat nou accountants? Thuisstudies. Thuisstudies. Ik wou zeggen accountants of thuisstudies, nou ook, weet ik het niet meer. Ja. Ook iets wat het in corona heel goed heeft gedaan. Ja, zeker. Dat geloof ik, ja. Jullie zitten in de pastoefabriek, hè? Hier vlak om de hoek, want wij zitten nu in restaurant Leen. En de pastoefabriek, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind dat samen met Demka en Jongerius toch een beetje de bakermat van het Utrechtse ondernemerschap. Ja. Is dat een bewuste keuze? Nee, wij kwamen toevallig, wij waren op zoek naar een grotere kantoorruimte en wij kwamen daar toevallig via terecht en we liepen daar binnen en we wisten, ja, hier willen we heen. En het verhaal is ook mooi, hè? Het is inderdaad een creatieve hub en ze hebben gezegd, we gaan eruit met pastoe. Maar we willen wel dat het een creatieve plek blijft. Dus de HKU zit beneden en boven zitten dan een aantal doorgegroeide creatieve bedrijven. Mm-hmm. En dat is wel tof, die sfeer is goed. Ja. En want we hadden aan de telefoon hadden we het ook al eventjes over Utrecht. Ondernemen in Utrecht, wat is het leukste? Ja, wat is het leukste? Beste? Wat ik wel grappig vind, iemand in mijn sector, die zei een keer in de marketing, van als je nou kijkt naar Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, dan zeggen ze in Amsterdam zitten echt de grote traditionele reclamebureaus. Daar zit best wel veel blabla omheen. En in Rotterdam is het meer de niet lullen maar poetsen, hè? Dus die mentaliteit, maar heel actiegerichte communicatie. En Utrecht, daar zitten dan de bureaus meer van een beetje lullen, een beetje poetsen. Dacht ik, nou, het zijn niet mijn woorden, maar ik vond het wel mooi gezegd. Ja, en herkenbaar dus ook. Nou, misschien ook wel. Ja. Ik vind het wel passen. Ik vind bij Utrecht wel, ik heb wel het idee van, het is echt een studentenstad, hè? Het is een fijne plek. Maar ook klein genoeg om alles goed te kunnen te voet te doen of te kunnen zien. Je kent mensen. Ja. En, is het een beetje ons kent ons stad voor jou? Ja, ik woon zelf in Ogenal. Dat vind ik wel echt een dorp in de stad. Dus daar wel. Ik vind wel wat Utrecht eigenlijk een beetje mist in mijn optiek. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Wageningen. Hè, dat is echt de Food Valley. En in Eindhoven heb je de Brainport. Dan denk ik wel, wat wil Utrecht nu echt zijn? Dat is mij in ieder geval niet duidelijk. Mm-hmm. Ik denk dat er echt wel veel dienstverleners zitten. En dat er veel potentie is. Maar dat zie ik nog niet echt terug. Nee, oké. Patrick, jullie hebben zelfs in het wervingsfilmpje van jullie, de eerste 30 seconden is een beetje voor Utrecht. Want dan zeker. De Dom en de gracht en alles. Klopt. Wat maakt ondernemen in Utrecht mooi? Nou ja, wat ik fantastisch vind aan de stad Utrecht, naast ervan dat ik natuurlijk ook in Utrecht woon. Eigenlijk gewoon precies wat je zegt, de kleinschaligheid van een stad. Het is best wel een grote stad, een studentenstad ook nog eens. Dus het leeft, het bruist, net zo ook als Amsterdam. Alleen het is veel kleinschaliger. Je kan alles bereiken met de fiets. Een half uur ben je door Utrecht heen eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Ja, daar hou ik wel van. En minder concurrentie dan Amsterdam. Als bedrijf zijnde om personeel aan te trekken. Ja. Ah, ja. Maar ja, we groeien wel hard. Ja, want als ik onze gemeenteraad mag geloven, dan gaan we naar 450.000 inwoners. Ja. 500.000 misschien wel. Is alleen maar goed juist, want wij zoeken ook weer personeel. Ja, maar dan komen er misschien ook weer meer bedrijven hierheen. Dus dan krijg je meer concurrentie. Ik vind het alleen maar leuk. Laten we het wat meer bruisender maken. Laten we dat ondernemerslandschap gewoon echt op de kaart zetten in Nederland. En let's go for it. Jullie zijn hard op zoek naar een nieuw kantoor of ga je iets laten bouwen? Nee. Wij willen wel echt in een bestaand pand gaan vestigen. Maar we zijn op zoek, zeker. Ja. En wat zoek je? Misschien dat er iemand kijkt of luistert. Ja, minimaal rond de 4000 vierkante meter.
We willen niet echt in de pastoefabriek. Dat gaat niet passen. Nou ja, we hebben hierachter nog gezeten in Rotsenhoort. En daar begonnen we gewoon tot 15 man konden we daar doorgroeien. En toen waren we weer door naar het volgende pand. Maar wat zoeken we? 4000 vierkante meter, minimaal een dakterras. Of in ieder geval dat je een mooie setting hebt om lekker in de zomer biertjes te kunnen drinken. Of wijntjes natuurlijk. Ja. En daarnaast gewoon echt wel de ruimte om wat neer te kunnen zetten. Naast gewoon plekken om te werken. Massagestoelen, tafeltennistafels natuurlijk. De start-up vijpen terugbrengen. Als het aan mij ligt, de schommels. Een echte glijbaan. Noem het maar op. Gewoon lekker gek. Ik hoor inderdaad je telefoon de hele tijd tingen nu. Allemaal mensen die bij jullie werken, man. Nou ja, dat is wel het idee. Supergoed, inderdaad. Hè? Waarom we dat dus allemaal daar willen. Ik hou daarvan. En alle Google-mindset. Ja. Wat is je droom? Zonder al het commentaar wat hij krijgt, een beetje Mark Zuckerberg? Of, Nou, dat is niet mijn droom. Mijn droom is gewoon het product gewoon wereldwijd aan de man te brengen. Hoe gaaf is het straks als je wereldwijd je product bekendheid hebt vergaard en allemaal bedrijven er gebruik van maken? Yeah. Dat is mijn droom en ik sluit niet uit natuurlijk een IPO. Dat gesprek ging er net ook over. Dat is natuurlijk wel de next level dingen die je wilt behalen. Zeker. Ja, dat is een uitkoop op basis van de beurswaarde, toch? Ja, precies. Je treedt naar de beurs en op dat moment kan je bij de Nasdaq of in Amsterdam kan je aan die gong klinken. En dan is je bedrijf officieel, komt op die bordjes voorbij daar op de tv. Ja. Dat is heel team. Dat is wel echt next level. Echt tof. Ja. Gaaf hoor, om te horen. Nanny, wat is jouw droom met brandwebbing? Ja, ik had dit allemaal niet in mijn hoofd, maar het klinkt ook wel goed. Nu zeg ja, nou, ik wil wel mee. Laten we het samen precies doen. Je kan alleen niet naar de Nasdaq met brandwebbing. Dat is prima. We doen gewoon hier, dan moeten we toch naar Amsterdam, maar vooruit. Alleen voor de beurs dan. Nee, ik denk wel doorgroeien naar een man of 20, 30. Dat is wat ik voor ogen heb. En en vooral wel ook heel veel plezier blijven maken. Ja. Dus, want ik denk wel, als ik jou hoor, denk ik, oh man, dan heb je echt ook wel, dan moet je ook echt wel heel veel goede mensen gaan vinden. Dat brengt natuurlijk veel met zich mee. Dus, ja, zeker. Maar echt wel een toffe uitdaging. Ja, 100%. Ja. Hoe moeilijk is het eigenlijk om het leuk te houden allemaal? Hoe moeilijk is het om te leuk te houden? Ja, mijn agenda zit bomvol. En ik zou soms wat meer tijd ook gewoon willen hebben om de mensen op te zoeken en te spreken. Maar inmiddels word ik bijna gewoon geleefd door mijn agenda. Dus ik moet bijna een time management cursus gaan doen. Ja. Het is hartstikke leuk nog steeds. De successen die je als bedrijf haalt. De borrels op vrijdag, nu het ook weer kan. Ja, dat heb ik echt wel de afgelopen anderhalf jaar enorm gemist. Want bij ons draait het echt wel om die cultuur opbouw. Ja, zeker. Ja. Leuk. Ja. Kennen jullie Utrecht een beetje qua ondernemers? Ja, ik zou zeggen van wel, maar dat ligt er een beetje aan. We krijgen een quiz, hè? Ja, we gaan naar... En jij? Kan jij... Ik denk dat het nog wat beter kan. Ja, Ja, denk het wel. Ja. Nou, we gaan quizzen. Dat leek me leuk. Vanaf nu nieuw in Duik in Zaken de quiz Utrecht maakt het. Want het valt mij namelijk op hoeveel... Dat komt ook een beetje door het programma wat we nu maken. We hebben ruim 50 afleveringen gemaakt. En dan kom ik ongelofelijke diversiteit aan ondernemers tegen en producten die allemaal in Utrecht bedacht of gemaakt zijn. Of zakelijke dienstverleningen, zoals bijvoorbeeld brandwebbing. Jullie zijn ook een zakelijke dienstverlener, toch? Eigenlijk. Zeker, ja, 100%. Ja. Ja. Maar er worden ook heel veel producten in Utrecht gemaakt. En het leek me leuk om daar met Duik en Zaken iets aan te doen, aan de bekendheid van die producten. Dus we hebben de quiz Utrecht maakt het. Zometeen op het scherm, wat jullie thuis niet zien, maar wat zij wel zien. En jullie krijgen thuis zometeen ook alles te zien. Komen in zometeen in hoog tempo, echt in hoog tempo, 20 producten voorbij. Ja. Uit alle windstreken van Nederland. En zelfs buitenland. Oké. Ja? Ja. Nadat je alle producten hebt gezien, mogen jullie allebei hier op dit witte formuliertje opschrijven welke producten er uit Utrecht komen. Oh, ja. Als je het product alleen kan noemen, dus als je alleen kan zeggen van nou een auto, dan krijg je 1 punt. Maar als je zegt nou een auto en het is een echte verschuren, ik noem maar even wat, dan krijg je 2 punten. Mag je hulptroepen inzetten of dat niet? Nee, bij voorkeur niet. Bij voorkeur. Leg de pen even weg nog, Patrick. Ik wil meteen in start gaan. Want je mag niet schrijven tijdens de presentatie. Dat snap je. Nog moeilijker. Ja, nee, dat snap je natuurlijk ook. Dus zodra de presentatie klaar is, dan mag je meteen gaan schrijven. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Publiek klaar? Ja. Ja? Kijken jullie goed mee ook? Probeer ze niet te helpen, hè? Zoveel mogelijk. 3, 2, 1, go! Er wordt intensief gekeken.
That's it. Ga maar schrijven. Ga maar schrijven. Nou, ik heb er één, dus kom maar op voor mijn mensen. Ik heb wat hulp nodig. Ga maar schrijven. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Hebben jullie een beetje bekende producten gezien? Kijk eens even handen omhoog of je er hebt gezien. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4. Kijk eens handen omhoog of welk product heb je gezien in Utrecht? Wat zei je? Je moet de naam zeggen, want dat is de enige. Ja, dat stond op de verpakking, maar... Dat is de enige. Ja, nee, ja, ik kan hem wel opschrijven, dat is vals spelen. Ben je er? Ja, ik weet het niet meer. Nou, ik kan verder dan ik in ieder geval. Nou, hoeveel heb jij er? Ik heb er 1, jongens. Hey. Ja. En hoeveel heb jij er? Ik heb er 6. Je hebt er 6? Ja. Maar ik heb 2 keer bier opgeschreven, maar... Oh, ja. Ik, ja, nee, keer, ja. Ik weet niet welk bier. Ja, okay. Als dat mag, dat heb ik ook wel gezien, of inderdaad de worst, maar... Nou, we beginnen even bij jou, Nanny. Ja. Ik ga meteen eventjes de puntentelling bijhouden. Roept u maar. Ja, ik ben gewoon al blij dat ik me iets herinner. Dus ik weet niet of het uit Utrecht komt. Kom maar. Ik heb een fiets, bank, bier... Mijn chocke chocola, die ken ik toevallig. Bier en fokkingworst. Oké. Okay. En jij hebt er 1. Ik heb er 1. Ik denk fokkingworst. Nee, zeker niet. Ik heb ribotteld. Oh, ribotteld? Ja, zeker. Oh, wat goed. Ja. Wat goed. Nou, het waren er in totaal 9. 9 producten. En jij hebt er van de 6 heb je de 4 goed, want het is inderdaad 1 keer bier. Mm-hmm. Op Roerbrouwerij hier uit Utrecht. Ja. Vagebond niet, hè? Nee. Die komen echt uit Gemert of zo. Die komen echt van heel ver weg. Ja. Wat had je nou nog meer? Wat zei je nou? Mijn chocke chocola. Mijn chocke chocola komt inderdaad uit Utrecht. En de fokkingworst. Fokkingworst, tuurlijk. Want ik had nog een fiets en de bank aan het begin. Ja, fiets is bike zo fietsen. Okay. Dat is de enige fiets met cardanaandrijving. Dus zonder ketting. Ja. Utrechts product. Kijk, dat weten we dan weer niet. Ja, nee. Nou, en jij 1 punt. Dat betekent dat jij op dit moment de lijst aanvoert bij Utrecht Maakt het. Maar goed, jullie zijn op de eerste 2. Gefeliciteerd. Dus dat scheelt een beetje. Maar jij staat wel nummer 2. Yes. Nu nog. Ik denk voor heel lang nog inderdaad. Dank in ieder geval aan jullie allebei voor het komen naar deze uitzending van Duik in Zaken Live. Wij zijn er doorheen. Dat is over deze aflevering. 22 oktober gaat de uitzending helemaal over 50 jaar ondernemen in Nieuwegein. Want ja, dat hoort ook bij Utrecht natuurlijk. Dus we gaan uitgebreid praten daar met wat ondernemers en met de wethouder uit Nieuwegein Economische Zaken. Wil je ons iets vertellen of heb je wellicht mooie foto's van Utrechtse producten? Want die kunnen we altijd gebruiken voor onze quiz. Mail ons dan op diz@duik.nl, diz@duik.nl. Wat ons betreft zit het erop. Voor nu, blijf ondernemen en blijf gezond. Tot gauw.